Hallo, kindermensen van overal. Hier is Pipo weer. En zus Plom hoort ook bij ons circus. Ze is net als Pipo een geboren clowntje en daarom stuurt ze haar popmobiel overal heen waar mensen zijn die lachen willen. Nou ja, sturen. Soms vergeet Plom dat wel eens. En wie is dat ook alweer? Bobby, de stuurzaam zijn van de enige. Bobby! Gelukkig de dapperste indiaan aller tijden. Wij met z'n vieren beginnen nu aan een gloednieuw avontuur. Hey, Bobby, die gaat deze. Nou, hier, dat ding moet hier krijgen. Hé, hey, allemaal kinderen in grote kleine dikke en hunne kinderen zich. En het zou allemaal niet zo erg zijn. Het zou zelfs erg leuk kunnen worden als Pipo niet zo verschrikkelijk al honger had. Heeft er misschien iemand iets te eten? Is er iemand met een Mexicaanse boterham toevallig voor Pipo? Wat? We hebben een volle zaal in vandaag vanmiddag, zeg. Wat gezellig, zeg. En Pipo, hè. Pipo is zo leeg als een holvat, zeg. Ja, kijk maar, ik sta helemaal bol, zeg. De wind waar. De wind waait was door Pipo heen. Ik heb toch zo'n verschrikkelijke honger. Wacht even. Ik ruik iets. Daar is vast wel een of andere vriendelijke mevrouw dame die iets te eten heeft voor Pipo, hè. Ik kan het in ieder geval proberen en vragen. Vraag is dat vrij. Dag, meneer. Ja, wat komt u doen? Nou, mevrouw de dame, ik wou vragen of u misschien een ietsje pietje te eten heeft. Te eten? Ja. Een ietsje pietje? Ja. Wel, nee, man. Nee. Ik heb juist een heleboel te eten. Oh, maakt u zich geen zorgen, hoor. Dat is dik in orde. Nee. Ik dacht... Dag, meneer. Mevrouw de dame. Leuk, alle klaptoeters, dat bedoel ik helemaal niet. Ga het nog een keer proberen, hè. Hé, bent u daar nou weer? Ja, gauw, ik kom niks tekort. Maar Pipo komt iets tekort. Ik bedoel, mijn maag komt iets tekort. Oh. Ik bedoel, hè. Okay. Ah, is het dat? Ja. Wat zielig. Zielig, dat is het juiste woord, mevrouw. Die dame is zielig, sorry. Ik zie het al, zeg. Dan wordt gezegd. Wilt u misschien iets bij mij eten? Ach, mevrouw, hoe raakt u het zo, zeg? Oh, mevrouw de dame, wat is dit? Nou, dat is een restantje hutspot met klapstuk. Hutspot. Zoiets zet ik mijn gasten niet nou, voor. Pipo houdt zo verschrikkelijk veel van hutspot met klapstuk. Mevrouw de dame, als het nog even duurt, dan klapt Pipo zelf stuk. Oei, zijn grapjas. Nee, ik ben een legerjas. Zo, eet u? Smakelijk. Ja, en dadelijk. Hé, zeg het. Hé, wacht eens even, wat is dat? Niet, dat is uw hand. Een haar in de soep. Jakkes, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou, zeg. Een haar in de soep. Nou, breng wat naar de kapper, hè. Zoiets geeft men zijn gasten niet. De hond lust het wel. De hond is dit wel straks. Straks zit Pipo nog de hond in de pot, zeg. Wacht u maar even. Nee, ik wacht wel even. Ik heb niks anders te doen, zeg. Ik wil alleen maar eten. Nu zult u smullen. Hij smullen. Bal gehakt. Hé, mevrouw, die dame, dan mag je niet schelden. Hè. Ik zie er net circus. Het is er één. Kijkt u maar. Gehakt, zeg. Ik hou zo verschrikkelijk veel van gehakt, sappen. Goed zo, daar komt hij. Daar gaat hij. Op de grond. Ja, in de hond. Nu zult u smullen. Nee, nu ga ik gillen. Ik bedoel, nee. Ja. Nu ga ik smullen, zeg. Een pannenkoek vers gebakken, helemaal voor u. Sjoep en een flop, mevrouwtje. Wat heeft u het vlug gedaan, zeg? Vlug? Ja, nu het zegt. Nee, ik zeg nou niks meer. Nou ga ik eten. Ik geloof niet dat hij helemaal gaar is. Ja, kijk maar, hier is hij ongaar. Oh, wat moet ik ermee? Ongaar. Nou, stuurt u hem naar Hongarije? Ja. Ik bedoel, geef maar hier, ja. Voor de hond. Arme man, wat moet u wel denken? Ik kan helemaal niet meer denken, mijn maag rommelt veel tot te hard. Tot nu toe had u pech.
Maar nu geef ik u het lekkerste wat ik in huis heb. Het is... Gevulde hond. U zult wel zien. Ik kan helemaal niet meer zien. Ik wil nou wel eens een keertje proeven. Oh, nu gaat u smullen. Nu gaat u smullen. Hallo? Waar bent u? Hallo? Hierzo! Geef u alles in één maar hier, mevrouw de dame. Woef, 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 woef. Goed zo! Hé, zappen de kop, zeg. Zeg, meneertje. Ja. Meneertje de Dikke, mag ik jou eens even iets vragen? Ja, noem het maar. Nou, daar is iemand die rookt hier in het circus, daar op de tribune. Wie is dat eigenlijk? Dat? Ja, wie? Ja, die. Ja, dat is Smokey Spy. Maar die rookt helemaal niet. Smokey Spy? Ja. En die rookt helemaal niet. Maar ik zie het toch zeker duidelijk, hij rookt. Ja, vroeger heeft Smokey Spy heel veel gerookt, maar nu niet meer. Hij rookt nog na, snap je? Hij rookt nog na. Hij rookt nog na. Net als bij je binnenbrandje. Sappende vla. Wat heb je toch rare snuiters op de wereld, hè? En vreemde snoesharen. Ja. Over vreemde snoesharen gesproken. Hele grote schietkunst van de schietsjovreemde indiaan. Ja, Eva Appeltje van de paal schieten. Lieve mensen, je kunnen erop wachten. Dat zijn er zo gebeurd, hoor. Zo, hartstikke niet bang zijn, nee, niet bang zijn. Wat staat er jij nou te doen? Die staat even de gebruiksrequisities van een artiest op te smikkelen. Wie? Jij? Ik hoor? Ja. Nee. Dan lag je alleen maar een appeltje, kijk maar. Ja, die zijn van klukje om op te schieten. Kletskoek, appels die zijn niet om op te schieten, appels die zijn om op te eten. Ja. Ja. Ik denk deze wel niet waar ze op schiet, fruitsel. Nou, daar heb ik niks van geproefd hoor. Het smaakt heel gewoon naar een op. Hap, appeltje. Hier, heb je er nog meer? Zo, we hebben appeltje zat, dan had het allemaal niet. We hebben hier ook een heel mooi appeltje. Hè? Dat is... Je hebt nou klukjes een appeltje opgegeten. Nu moet je even wat terug doen, hè. Wij zullen jou inschakelen in de super sensationele showbiz. Wat goed! Ja. Wat moet ik doen, meneer de kunstindiaan? Nou, je blijft voorlopig staan als paal. Ja. Dan... Is dat een kunst? Ja, zet hem even je hoedje af, hè. Ja. Zo, ja. Nee, die kunst die gaat het nog worden, natuurlijk. Zo. Wat doe je daar? Ja, maar zet even een appeltje op je kop. Ja. Hè? Ja. Zo. Kijk, dat horen zo, nietwaar? Hoort dat zo? Ja, dat horen zo. Is dat een kunst? Ja, dat zijn kunst. Ja, dat zijn kunst. Het is zo eenvoudig. Ja, zo ben je een dikke, ja. Zo ben je een sterappeltje. Ja. Kom op, een appel op je papi. Ja, hey, zo gebeurt het. Ja. Alhoewel. Hé, hey, wat doe je nou weer? Nou. Die appel die blijft nu liggen, die is rond. Ja. En mijn koppeltje is ook rond. Nou, dat pak niet. En dan heb ik een hap uit die appel genomen. Ja. En dan blijft nu liggen. Oh, ja. Heb ik het niet goed gedaan? Nee. Had ik een hap uit mijn koppen moeten nemen soms? Ja. Nee. Ja, blijf maar stilstaan. Het appeltje op je volle koppie. Zo. Eventjes lichte mensen. Het zijn zo gebeurd. Daar gaat ie hoor. Je kunnen erop wachten mensen. Het zijn zo gebeurd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die schrikken. Het zijn er nog gebeurd. 1, 2. Wie zijn jij nou in de ene? Wie zijn jij? Ik ben Plom. Lang niet dom, heb ik gelukkig. Ja, als je iemand een beetje bij zijn voornaam staat noemen. Waar gaat het heen in de wereld? Als ze gewoon een werkvrouw, dames, al meteen krijgen van een sterkapzonige. Alles andersom. Omgekeerd? Ja. Dat kan ook. 1, 2, 3. Laat ik het uit! Oh.
weten van niks, hoor. De naam zijn toevallig haas. Ja, maar hoe kan dat nou? Ja, omdat ze toevallig ook een klein beetje kunnen schieten hier. Ja, ja, maar wie heeft het dan gedaan? Wie? Ja, wij zijn gewoon van de ineengebedrempelde, hoor. Gulden de kilo. Wie was het? Die daar. Oh. Ah, die Smoky Spy, dat is dat ook, meneertje. Ja, ja, het zal een Smoky Spy zien wijzen, hè? Dat is een stiekem, het is het vol met spreken. Dat had u niet mogen doen, meneer. Heeft u geen manieren? Ja, nee, je mag je nooit bemoeien met een allemaal circuskunst, hè? Dat is tegen de regel van het circusleven. Nee, van Kokkelekuu moet je helemaal afblijven, want die is van ons. Ja, het is de liefste Indiaan die er bestaat. Ja, er is maar één kluk. Gelukkig maar. Nou, sterk is jou, kom maar, pas maar op. Nou, wij beginnen pas af, bedoel ik. Ja. Zouden we nooit meer merken, hoor, want anders dan... Ja. Wat anders eigenlijk? Nou, anders nou. Anders dan... Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Zo. Wij konden er echt niks aan doen, hoor, meneer. Sssst! Ogeer, publiek. Deze pijl wordt u aangebracht op een zeer speciale manier op onze eigen totempaal. Maar wat is nou het vreemde, het rare, het gekke van deze pijl? Mameloe, zeg jij het maar. Met deze pijl wordt niet geschoten. Nee, met deze pijl wordt het niet geschoten. Waarom eigenlijk niet? Omdat alles nu anders gaat. Ja. Ondersteboven. Omgekeerd! Ja, we doen het. Ja, de wereld op z'n kop. Deze slim Indiaan zal nu het hele Wilde Westen laten schudden van verbazing. Op deze toer heeft hij jarenlang gestudeerd. Het is adembenemend. U gaat zien wat u nog nooit hebt gezien als onze beide ladies, onze beide dames, dit en daar komen ze reeds. Let op, ja, want hoog in het publiek. Er wordt niet geschoten met een hele gewone simpele pijl, er wordt geschoten met een kanon. Ja, hoi! Opgelet, want wat is gebeurd nu? Omgekeerd. Yes. De pijl vliegt niet naar de appel, maar de appel vliegt naar de pijl. Ja. Nou, klaar allemaal. Klaar voor het grote gebeuren. Ja? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. We zijn weer gelukt. Hadden jullie niet gedacht, hè?